Thank you.
denkt 11 november ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. 11 november noemen we ook de dag van solidariteit. Op 11 november 1965, precies om 11 uur, trokken voor het eerst door internationale solidariteit. Vanaf 1966 organiseerde het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks een 11-11-11 actie. Later veranderde het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking van Oudgaarde Eduard, van Goetsenhoven August, van Goetsenhoven Jozef, van Stokstraten Lambert, van de Berg August, van de Poel Edmond, van der Meulen Hendrik, van der Waren Jean-François, van Goetsenhoven Johannes, van Hellemond August, van Hellemond Jozef, van Hellemond Karel, van Hoof René, Veulemans August en Bertois Petrus. En mogen zij in vrede rusten.